Yo. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag is zaterdag. Het is zaterdag. Ik hoop dat je een hele leuke schoolweek hebt gehad. Volgens mij heeft een deel van Nederland een vakantie gehad nu, ja. In ieder geval leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij. En zoals jullie zien is de setting een beetje veranderd. En dat is omdat Youngboy uit huis is. En hij woont nu in Amsterdam. Misschien hoorde dit Youngboy in de Bims. Vandaag ga ik de Watch in My School Bag Challenge doen. Of tag. What's in My School Bag tag. What's in My School Bag Challenge. Ligt er net aan hoe je het wilt noemen. Een North Face schooltas. Lekker een standaard studenten schooltas. Gewoon omdat die makkelijk is. Veel vakjes. Laptop vak zit erin. Nou, laten we beginnen met wat er buiten mijn schooltas is. Gewoon een fles. Doe ik gewoon water in of zo. Kranja. Ik heb altijd water van je bij de hand, iets te drinken in ieder geval. Heb ik hier een slotje, die hangt aan de buitenkant. Het is gewoon handig om altijd een slotje bij te hebben en het neemt echt geen ruimte in beslag en ook geen gewicht, dus waarom? Dan gaan we naar het grootste vak waar al je grote dingen in kunnen. Hier wat je meteen ziet is mijn klapblok. Klapblok heb ik altijd bij me, ook als ik niet naar school ga trouwens. Die heb ik gewoon altijd bij me, gewoon altijd in mijn tas. Altijd handig. Mijn laptop in, deze heb ik eigenlijk bij me, want ik bijna alles op school met mijn laptop. Ik heb eigenlijk elke dag wel mijn laptop bij me. Of wel dingen opzoeken of bestanden maken, opdrachten maken. Dus daarom heb ik die eigenlijk altijd bij me. En dat was eigenlijk alles wat hier in het grote vak zit. Voor de rest zit er niet meer zoveel in. Maar nu even het kleine voorvakje. En daar zit wel wat meer in, want ik heb altijd wel kleine dingen bij me. En ik hou er niet van om alles in één groot vak te gooien. Dus daar gaan we nu even naar kijken. Altijd handig. Die zit eigenlijk niet altijd in mijn tas. Ik heb ook heel vaak op natuurlijk. Maar ik heb natuurlijk een koptelefoon. Ik heb eigenlijk altijd muziek op als ik ergens naartoe ga. Zoals jullie kunnen zien heb je heel veel vakjes. Veel vakjes. In ieder geval veel vakjes. Mijn laptop oplader. Een luchtje. Voor als ik onverwachts ergens naartoe moet. Deodorant. Ja, gewoon eigenlijk hetzelfde. Een powerbank. Het laatste grote vakje zijn koekjes. Omdat ik van koekjes hou. Nu de kleinere vakjes. Mijn telefoon oplader. Telefoonkabeltje. Hetzelfde vakje heb ik ook nog zitten. Sticky notes. Deze heb ik niet heel vaak bij me. Maar de laatste tijd wel meer. Want ik merk gewoon dat het gewoon heel chill is om die bij me te hebben. Natuurlijk heb ik potlood bij me. Twee pennen. Extra potloden. Een punt slijm. Het laatste wat ik bij me heb is. Hoe heet het ook weer? Externe harde schijf. 2 terabyte volgens mij. Zodra ik hem laptop open en deze ook aansluiten. Dus alles wat ik maak. Bestanden die ik maak. Filmpjes die ik maak. Die ik onderweg edit bijvoorbeeld. Sla ik allemaal hierop op. Zodat niks op mijn laptop komt te staan. Zodat mijn laptop gewoon lekker snel blijft en leeg blijft. Stel dat mijn laptop een keer crasht, is niet alles weg. Zodat alles gewoon hierop. En als jullie wel eens opgevallen is dat ik geen boeken bij me heb. En ik zal nu even laten zien waarom. Dit is eigenlijk de reden dat ik niet een boek mee heb. Omdat dit gewoon echt veel te dik is om elke dag mee naar school te nemen. En ik heb nog wel andere boeken, maar die zijn ook allemaal vooral heel dik en ook heel zwaar. Hoe noem je deze eigenlijk? Ik zei net sticky notes, maar volgens mij zijn dit geen sticky notes, en ik heb de hik. Ik ga even drinken pakken. Bedankt voor het kijken naar deze video. Doe even een duimpje omhoog. Laat even in de reacties hieronder weten wat je nog meer van ons wilt zien. Hier klikken voor de video van vorige week. Hier klikken voor de video van Joey. En je kan wel even hier klikken om te abonneren. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doei!